Afstand gaat het worden? Het gaat 50 worden, als het iets minder gaat regenen. Hoi, welke afstand ga jij fietsen? 25. Hey, het regent, hè? Ja. Vind je niet erg? Nee. Ja, dat is jammer, maar dan mag de pret niet drukken. We hebben er al zo lang naar uitgezien, dus we gaan het doen. Ja. Ja, alles. Alles. Ik ben vrijwilliger voor het eerste jaar. Andere jaren hebben wij altijd meegefietst. Mijn man de 120 en ik de 50. En van waar fietst u dit jaar niet meer mee? Mijn man is dus overleden. En ik kan het niet opbrengen om mee te rijden nu. Dat is emotioneel gewoon te zwaar. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Maar u bent wel gewoon aanwezig en bezig als vrijwilliger vandaag. Ja, ik haal emballage op, hè. Er zijn dorstige kelen en hongerige monden, dus ja... Voor wie gaat u fietsen vandaag? Nog iemand speciaal? Ja, ik fiets voor Ad en voor Joep. En wie zijn Ad en Joep? Ad en Joep zijn afgelopen jaar allebei overleden aan de gevolgen van kanker. En dat heeft een enorme impact op onze hele groep gehad. Ik word er nog emotioneel van. Dus dat... Dat mag ook. Ja, ja, ja. Ik fiets vandaag voor mijn beide ouders. Mijn vader is heel ernstig ziek. En mijn moeder ook onlangs. Dus het wordt een hele bijzondere dag. Ja. Halverwege de route 25 kilometer, valt niet tegen? Nee, dat niet. Nee. Nee. Ook geen last van de regen gehad? Nee, dat ook niet. Nee. Gewoon lekker bikkelen, hè? Fietsen? Ja, zeker. Ja. Ik zat me even af te vragen wie papa Leo is. Dat is mijn opa. Vorig jaar was hij ernstig ziek en hij is helaas afgelopen november overleden. Ja. Treurig. Ja, zeker. Ja. Dan is het een mooi initiatief, hè, om zoiets te doen. Gegaan? Uitstekend. Ja, ik had normaal gesproken fietsen we 50. Maar mijn kleindochter, die heeft leukemie gehad, 4 jaar geleden. En die fietst vandaag voor het eerst de 25 kilometer. Hartstikke goed. Ja, fantastisch is dat. Dus toen hebben we met heel de familie gezegd, als we dan fietsen we ook met haar mee voor de 25 kilometer. Dus dat vond ik op zich wel leuk. Het moet een mooie tocht geweest zijn dan. Absoluut, ja zeker. En ze heeft het keurig volhouden zonder problemen. Dus daar kijk ik enkel maar op terug. En het is nog de verjaardag ook vandaag, dus het is wel mooi, hè. Route thuis, hè? Ik heb u op de 25 kilometer route gezien, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja, met haar is dat ver genoeg, hè? Ja, we hebben het gedaan voor het goede doel. Toch? Ja. Zonder vrijwilligers hebben we ook geen evenement, hè? Als er geen vrijwilligers waren, was er geen evenement. Nee. Nou, moet u eens kijken wat ik gekregen heb. En die overhandig ik dan maar aan u, voor al die vrijwilligers. Dankjewel. Daar krijg je een kus voor. Nou, alsjeblieft. Ook nooit weg, hè? Nee.